Welkom in het prachtige Maxhoofd Trier. Het appartement waar ik de afgelopen dagen genoten heb. Van de natuur, van de rust. En ik heb een gouden ticket in handen, want ik mag hier een gratis nachtje blijven slapen. Om hier voor jullie en voor andere mensen die dit nog gaan bezoeken, wat zeker een aanrader is, de mooiste uitkijkpunten voor jullie te filmen. Mij is gevraagd om met de drone over dit gebied heen te vliegen en over het huis, om even te laten zien aan jullie wat voor een waanzinnig mooie locatie ze hier hebben. Maar eerst even snel een roomtour. Zoals je ziet is er genoeg opbergruimte voor je spullen en kun je zelfs je koffer kwijt op een bankje. Na het uitpakken van je spullen is het tijd voor een heerlijke maaltijd en dat kun je hier bereiden in deze uitgebreide keuken. Ook een werkplek met wifi is aanwezig en daarna kun je rustig chillen bij de tv. Daarna ga je heerlijk slapen om de volgende dag wakker te worden met een geweldig uitzicht. Zoals je kunt zien is er ruime keuze aan zitplek. En je hebt zelfs een tweede terras, waar je lekker kunt genieten van een wijntje en het uitzicht. Na een flinke wandeling in de omgeving is het tijd om jezelf op te frissen en je klaar te maken voor de nacht. Zoals je ziet is het een hele ruime badkamer en je hebt genoeg plek om je spullen achter te laten. Nu naar een kleine waterval. De waterval waar ik naartoe ga is een vrij donkere plek. In dit geval is het alleen maar fijn, want ik wil gaan werken met de lange sluitertijd. Om nog meer duisternis te veroorzaken wil ik gaan werken met een ND9 filter. Hierdoor wordt het beeld al een stukje donkerder, wordt het licht wat tegengehouden. En zou ik uiteindelijk, hoop ik, een foto kunnen maken waarbij het water als een soort mistlaag in de foto terechtkomt. We zijn aangekomen bij de waterval en dit gaat echt gewoon heel gaaf worden. Dat weet nu al. Ook al heb ik de foto niet eens gemaakt. We gaan gewoon kijken hoe het loopt. Ik kies nu in elk geval voor de 18-50 kitlens van Nikon en de ND9 filter van Polaroid. We zijn even heerlijk aan het genieten van een geweldig uitzicht. De zon is gaan schijnen. Dat betekent dat we dit moment gaan vastleggen. Het is al een heel mooi moment zo. Überhaupt het idee dat ik hier nu sta te vloggen, terwijl ik in Nederland eigenlijk droomde over zo'n locatie en dat ik er nu echt sta. Nog geen 32 uur geleden arriveerde ik in Overloon. In Overloon heb je de mooie Overloonse duinen, waar ik nu aan de wandel ben. En meteen aan het begin kreeg ik een idee. Ik ga zo twee creatieve foto's maken. Eén waarin lichtinval een hoofdrol speelt. En twee, een foto waar de dennenappel een hoofdrol in speelt. Ik plaats zo meteen deze dennenappel op een paaltje. Gewoon om een vlakke ondergrond te hebben waarop die even kan leunen. En ik even de tijd krijg de foto te maken. Wel vind ik het heel fijn als je ziet waar de dennenappel thuis hoort. En dat is natuurlijk in de natuur of in dit geval op het landschap. Het landschap wil ik daarom wat vervagen, waardoor je niet te focust legt op het landschap, maar je wel ziet waar het vandaan komt. Daarnaast is het helemaal niet erg, want de kleur van het hout misstaat niet met de kleur van de dennenappel. Wist je dat je de naalden en de binnenbast van de dennenappel kunt eten? De binnenbast is rijk aan vitamine C. Leg de dennenappels wel bij het vuur om de zaadjes eruit te laten komen. Tijd voor een belangrijke test. Ik ren niet charmant, maar alles over voor de wetenschap. Vanaf afstand lijkt het erop dat ik iets probeer te rapen, maar eigenlijk maak ik me klaar om een sprint te trekken. Om de slow motion functie van mijn actiecamera te testen. Daarna liep per ongeluk expres een duimwater over de camera vallen. Heeft de camera de test doorstaan? Aanstaande woensdag volg ik deze vlog en met deze actiecamera is alles in orde, want deze is waterdicht. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video en hopelijk ben je snel weer bij een nieuwe vlog. En dan zeg ik, zoals altijd, see you later.